hier heel veel van. Vorig jaar hebben we ook meegedaan. Dat het wel zwaar wordt. Ik verwacht natuurlijk dat we eerst worden. Ik verwacht meer van ons vorig jaar, nu we al een jaar ervaring hebben. Laten ze eerst komen, dan weten we wie het zijn en dan gaan we knallen. Het zal wel moeilijk gaan worden, denk ik. Het niveau ligt hoog, heb ik gehoord. Maar dan moet je gewoon 1-3-1 gaan spelen. Dus dan zorg je dat die laatste man de paas geeft. Nee, gaat lopen, die komt hier naartoe, die gaat daar naartoe. Ja? Dan speelt die man speelt hierin. Dan kan diegene die kan door. Ik hoorde net al roepen van we gaan vooral in de aanval spelen. Mannen, zometeen. Even onder onsje. We moeten groeien in het toernooi, want wij zijn een toernooiteam. Maar als je een paasje diep, hè? Het voordeel is dat we kunnen mixen. We moeten gewoon kijken, misschien is het gewoon heel simpel. Nou, rollen dat gewoon op. Maar het belangrijkste vind ik zelf dat iedereen gewoon speelminuten krijgt. Ja? Spelletje 5 tegen 5, wat ons straks te wachten staat. Ik denk dat het een in eerste instantie afwachtende houding is. Snelle jongens in de spits, lange bal naar voren. En scoren maar. Ik weet van vorig jaar, hoe slechter je speelt, hoe slechter het veld wordt. Dus dan kom je op een gegeven moment op het veld met heel veel kuilen. En dat is niet de bedoeling. Ik ben met twee middenvelders en één aanval. We proberen op het hoofdveld te blijven spelen. En ik ga straks de poppetjes op de juiste plek plaatsen, waardoor het allemaal straks goed is. Wat we s'avonds gaan doen is feesten. Goedemorgen, we leven nu bijna half negen, de tweede dag. Het is nu 27 juni 2007 en we gaan nu de mannen wakker maken. Die hebben daar een goede voetbaldag, waarin het resultaat eigenlijk een klein beetje tegenviel. Hebben ze toch het heel leuk afgesloten. Alleen ik ben bang dat het een beetje tot heel laat heeft geduurd. Dus we gaan nu de eerste wakker maken. We moeten voetballen. Nou, kom maar eruit. Een beetje rustig. Kom, hey, 10 minuten moeten we voetballen. Jason. Dag even naar de leden. Kijk, daar staan er ook al twee klaar. Nou, het wordt helemaal top, want we moeten zo meteen, om 9 uur ochtends alweer, moeten we de eerste partij voetballen. Dus daar gaan we ons op mentaal op voorbereiden. Ja? Ja, echt. Wel je voetbaltoernooi? Zo joh, je niet eens. Hey, yes sir. Hier daar staat. Wie? Hier daar staat. Lekker, iets meer. Het ging niet zo best deze wedstrijd. Het begon goed, de verdediging.
Robin. Robin van Nijnatten. En dat hielden we wel goed vol. En toen ging het wel wat beter. Alleen op een gegeven moment gingen we heel veel wisselen. Toen de spelers eruit gingen, ging het gewoon slechter met het team. En van de spelers kunnen we gewoon heel veel leren. Oh, my God.